toch in Waalwijk. En dit is geen penalty, zegt de scheidsrechter, maar dit wel. Een overtreding van De Koning terug in het doel op Mols, de spits. Eerst werd Spork neergelegd, dat mocht doorgaan. Maar Mol werd gevloerd, Mols. En toen was het een strafschop, zegt Lammers. Die wordt genomen door Winnie Haatrecht. En die schiet hem erin. 0-1 voor Cambuur. Kort daarna deze goede paas van Kool op Ronald de Boer. En die scoort makkelijk tegenwoordig. 1-1. En dan zou FC Twente moeten doordrukken, maar dat gebeurde niet. Al kreeg het nog wel een kans in de slotfase via